Goedemorgen. Thuis, hier in de zaal. Mensen, mooie lofprijzing achter de rug en mooie woorden. En het is altijd bijzonder om te zien hoe de geest daar eigenlijk in werkt. Zonder dat je met elkaar van tevoren afspreekt van ik ga het daarover hebben. Dat dan liederen en alles ook mooi aansluiten bij wat er in de preek gaat komen. Dat is bijzonder. Je bent niet alleen, dat is de titel van vandaag. En soms kan je heel erg alleen voelen. Terwijl je heel veel mensen om je heen hebt. Vooral nu in deze periode, dat er corona is. Maar je mensen soms heel lange tijd niet ziet of spreekt. Door alle maatregelen die er zijn. Je mist het samen zijn met vriendinnen of vrienden. Medestudenten. Je komt misschien weinig bij je familie, buren, kennissen. Dan heb je misschien alleen maar contact via een appje of de telefoon, een Zoom-meeting. Hartstikke mooi natuurlijk allemaal. Zwaai je uit de auto gedag naar iemand. Maar het is niet het echte contact. En dat kan je heel erg missen. Maar misschien heb je dat al veel langer dan alleen maar deze coronaperiode. Heb je dat gevoel al veel langer dan een jaar. Alleen zijn is... als je niemand om je heen hebt. Maar eenzaam zijn, dat is een gevoel. Je kan je eenzaam voelen, terwijl je een hele grote groep mensen om je heen hebt. Of eenzaam als je je niet begrepen voelt. Herken je dat? Misschien voel jij je wel eenzaam in je huwelijk of in je familie. Op school of op het werk. Misschien hier wel in de kerk. Dat je denkt, ja, het is wel leuk dat ik in deze groep of in deze familie ben, maar ik voel me daar niet helemaal thuis. Misschien ben je eenzaam en mis je iemand naast je. Of mis je je overleden vrouw of man. Misschien heb je een geheim wat je nog nooit aan iemand verteld hebt en ben je daar heel eenzaam in. Of misschien ben je ziek en voel jij je alleen in je ziek zijn. Heb je lichamelijke klachten? Of zit je geestelijk in de knel? En kan je helemaal vastzitten in je eenzaamheid? En daar wil ik het vandaag over hebben. Want je mag je dan uitstrekken naar God. Die je tegemoet komt in je alleen zijn. Verlangen naar Gods aanwezigheid. Het zal je verder helpen in je leven. Verlangen naar Jezus. Die je bij wilt staan in je eenzaamheid. Voordat Jezus naar de hemel ging, beloofde hij aan zijn leerlingen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus die boodschap is dus nog steeds van kracht. Vandaag, bij jou, bij mij. Jezus wil liefdevol aanwezig zijn in jouw leven. Jezus raakte wonden aan in de tijd van de Bijbel. Hij sprak hoop voor de mensen. Maar Jezus wil dat nu nog steeds doen, vandaag. We hebben het ook vanochtend in de lofprijzing gehoord, in een lied. Hoop, dat is wat Jezus nog steeds wil geven. En zo mag je nog steeds verlangen naar God, naar Jezus die naar jou toe wil komen. In je eenzaamheid, in je alleen zijn, in je gevoel of pijn die je helemaal heeft vastgezet. En als dat jouw verlangen is, mag je kijken naar de wonderen die Jezus heeft gedaan. Zodat je gelooft in hem en je zijn kracht krijgt om weer verder te kunnen met je leven. En vandaag wil ik met jullie naar een wonder kijken van Jezus waar hij hoop in geeft. En dat je kan zien dat dat verder helpt. En we lezen dat in het evangelie van Johannes. Johannes heeft een aantal wonderen opgeschreven die je niet leest in de andere evangeliën. Hij wilde heel duidelijk laten zien dat de liefdevolle aanwezigheid van Jezus echt bij de mensen aankwam. En dat geldt voor vandaag nog steeds als wij dat lezen. Eigenlijk gaat het verder dan het wonder. Het gaat verder dan het wonder alleen. En Jezus zegt als het ware bij alle wonderen, ik ben erbij. Het raakt mij. Ik wil betrokken zijn bij jouw leven en jou te hulp komen.
Ik zie je. Daar gaat het vooral vandaag over. En dat lezen we in Johannes 5, van 1 tot 9. Als het goed is, kunnen we dat meelezen. Het gaat over de verlamde in Bethesda. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. Wat een bijzonder gedeelte, hebben we net gelezen. Het is de gewoonte om naar Jeruzalem te gaan met Joodse feesten. Duizenden Israëlieten die allemaal Jeruzalem binnenstromen. Er wordt gegeten, gedronken, vrienden zien elkaar weer, ze omhelzen elkaar. Een gezellige drukte. Nou ja, ik weet niet of je wel eens in Jeruzalem bent geweest. Ik wel. Maar allemaal kleine straatjes en trappetjes en weten we het allemaal. Maar dat is dan bomvol. Allemaal mensen die het gezellig hebben met elkaar, omdat ze feest mogen vieren met elkaar. En Jezus die gaat ook naar Jeruzalem. En in plaats van dat hij doorloopt richting de tempel, slaat hij hup, af naar de schaapspoort. Naar Bethesda. Het moet een ellendig gezicht zijn geweest om daar binnen te gaan. Niet echt feestelijk. Allemaal mensen die blind waren, verlamd, ziek, misschien ook wel ontmoedigd, terneergeslagen. Een hopeloze toestand van mensen die te wachten, eigenlijk misschien al heel hun leven, die ene man 38 jaar, wachten op een wonder. Wij kennen dit soort beelden niet echt. Onze verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn goed georganiseerd. Of redelijk goed georganiseerd, hoe je er maar naar kijkt. Ik ben 25 jaar geleden in Zuid-Afrika geweest en ik moest denken daaraan toen ik dit las. Ik kwam daar bij een vriendin die werkte als een arts in een ziekenhuis in Kwandebele. En elke dag zag je mensen lopend of achterin zo'n laadruimte van een pick-up. Zo'n bakkie, noemen ze dat in het Zuid-Afrikaans, of vrachtwagens, naar de ziekenhuizen komen. En dat was een hele onderneming voor velen. Sommigen waren wel uren onderweg. Dus je ging eigenlijk alleen maar naar het ziekenhuis als het echt noodzakelijk was. Dus niet zomaar voor een kwaaltje, maar echt wel dingen dat je denkt van oké, daar moet ik echt voor naar het ziekenhuis. Of ze gingen uren lopen of En soms, hadden ze mazzel, zaten ze achter in een bakkie. Maar eenmaal bij dat ziekenhuis aangekomen, gingen ze onder een afdak zitten. En dat was een soort afdak voor het hele ziekenhuis, om hun te beschermen tegen de zon. En daar moest ik aan denken toen ik las over die 5 zuilengangen. Dat was eigenlijk ook daarvoor. Dus dat de mensen die lagen in Bethesda, dat ze afgeschermd werden tegen de zon. En wat deden ze? Wachten tot ze aan de beurt waren. Bij dat ziekenhuis. En aan dat beeld moest ik denken. Is het ook zo in Bethesda. Dat er een soort van wachtruimte is. Waar je gewoon maar wacht totdat er weer een beroering van het water is. Een grote menigte van allemaal zieken. Die allemaal rondom dat badwater wachten. Totdat dat water weer in beweging komt. Wachten op het wonder van het bewegende water. Eigenlijk niet een plek waar je zomaar voor je lol naartoe gaat. Kan je het voorstellen dat Jezus juist speciaal op deze dag, op zo'n feestdag,
naar Bethesda gaat. Dat hij tussen al die mensen, zieke mensen, gaat lopen. Jezus is begaan met mensen die lijden. Hij gaat naar Bethesda. Ook wel huis van barmhartigheid. Een passende naam voor zo'n hopeloze toestand. Allemaal zieke mensen die wachten en aangewezen zijn op liefdadigheid van voorbijgangers of mensen die daar vaker kwamen. Mantelzorgers zouden we ze tegenwoordig noemen. Om mensen te helpen naar de bewegende water, omdat ze daar dan zelf niet in kunnen. Die man die heeft het zelfs over mensen die mij in het water kunnen werpen. Nou, volgens mij was het dan van, hup, laten we maar zo snel mogelijk zijn, zodat we de eerste zijn. En tussen al die mensen die daar maar liggen te wachten, is ook dus die verlamde man. Die al 38 jaar ziek is en wacht. Kan je het je voorstellen? 38 jaar. 38 jaar op een lichtmatje. Tussen allemaal andere mensen die ook allemaal ziek zijn. Niet echt dat je denkt van, nou, daar worden we blij van. 38 jaar. Zo lang was het volk Israël ook in de woestijn. Zij zwierven rond totdat ze het beloofde land in mochten. 38 jaar. Zal deze man ooit zijn beloofde land nog gaan zien? Maar Jezus, die ziet hem liggen. Tussen al die andere mensen. En dan heb ik een plaatje inderdaad, dat zie je hier. Jezus, die ziet hem. En zonder aansporing van iemand anders gaat Jezus uit eigen beweging naar deze man toe. Dat is heel bijzonder, want in heel veel wonderen en bij heel veel tekenen zien we dat Jezus meestal reageert op iemand die zegt, wilt u komen, mijn broer, of wilt u komen, want mijn dochtertje, of iedereen die naar Jezus komt, vraagt of hij mee kan komen. Of hij reageert eigenlijk altijd op een vraag van iemand. Maar in dit geval zien we dat Jezus zelf naar de man toe gaat. Je ziet eigenlijk dat hij al voorkennis heeft. Dat hij al wetend is. Hij wist het. He, dus dat lezen we ook in een stukje wat we net gelezen hebben. Hij zag hem en hij wist dat hij ziek was. Jezus die loopt dan naar die verlamde man toe. En dan zegt hij, wilt u gezond worden? Eigenlijk een hele vreemde vraag van Jezus. Om die aan een zieke te stellen die al zo lang ziek is. Nou, hè, wat denk je? Dat begrijp je toch, dat ik wel beter zou willen worden? Tuurlijk. Maar in vers 6 lezen we, Jezus zag hem liggen. Ik zei het net al. En hij wist dat hij al een hele tijd lang ziek was. Hij wist dat die man daar al 38 jaar lang ligt. Als Jezus vraagt, wilt u gezond worden? Vraagt hij volgens mij ook wel een beetje, heb je vertrouwen in mij? Kan ik jou helpen? En de man, die antwoordt dan niet, ja graag, of nee, hij zegt, Heer, als het water in beweging komt, is er niemand om mij te helpen. Ik probeer het wel, maar er is altijd iemand eerder dan mij. En die man, dat is heel bijzonder. Die durft heel open te zijn naar Jezus. Eerlijk te zijn over zijn diepste pijn. Dat hij zich eenzaam voelt. En dat er niemand is. Zo voelt hij dat. Helemaal lam geslagen door de jaren heen. Verlamd. Letterlijk en figuurlijk. We lezen hier niet verder of Jezus daarop reageert. Maar ik kan me dat zomaar voorstellen. Wilde niemand jou helpen? Wil je echt beter worden? Dat is eigenlijk de vraag die Jezus stelt aan hem. Wil je gezond worden? Aan een man die zich eenzaam voelt tussen allemaal mensen die daar elke dag waren. Een man die zowat niet meer weet hoe het anders kan zijn. Als je 38 jaar op je lichtmatje weet je niet meer hoe het buiten de poort is. Wil je gezond worden? Dat is wat Jezus vraagt. Wil je hier uitkomen? Uit deze eenzaamheid? Wil je dat? Het is ook de vraag die Jezus vandaag nu aan ons stelt. Hij ziet ook jou en mij. En hij weet van onze situatie.
Wil jij gezond worden? Vul hier maar in waar jij gezond in wil worden. Gezond, ik zocht de betekenis eens op. En er staat in de Vandalen, lichamelijk en geestelijk op orde zijn. Gezond denken we vaak alleen maar aan ons lichaam. Maar gezond is ook je geest. Je leest ook bijvoorbeeld financieel gezond zijn. Je kan op heel veel manieren gezond zijn. Waar wil jij beter in worden? Wil jij je zieke verleden achter je laten? Wil jij afscheid nemen van jouw Bethesda? Of wil jij ook naar jouw beloofde land gaan? Ben je klaar om vrij te worden? Om dat los te laten waar je zo lang aan vastzit? Wil jij dat jouw lichaam en geest gezond wordt? En noem maar op, waar we het in het begin ook over hadden. Wil jij dat je relatie in je huwelijk of in je familie weer gezond wordt? Dat je niet meer eenzaam voelt? Of, nou ja, vul maar in waar jij nu misschien moet aan denken. Misschien is het geen 38 jaar lang waar je mee bezig bent. Maar het kan wel te lang voelen. Deze man die kwam vrij van zijn ellendige leven, omdat hij Jezus zag. Of Jezus zag hem eigenlijk. En Jezus zei, je bent niet alleen, want ik zie je. Hij mocht door Jezus zijn Bethesda loslaten. Deze man die zat al 38 jaar vast. En dat onderging die. Je kan soms vastzitten en je daarbij helemaal eenzaam zijn, gaan voelen ook. Deze man zei het ook. Er is geen mens die mij in het badwater kan werpen. Geen mens, naar het wemelde van de mensen daar. Onbegrijpelijk. Maar zo kan je dat wel voelen. Bij dit verhaal moest ik ook denken aan toen ik zelf een meisje van 10 was. Had ik nog lang haar, vlechten. Kan je niet meer voorstellen. Maar in ieder geval, we waren in de kerk aan het oefenen, omdat de kerk zoveel jaar bestond. En ik was reserve voor een stuk wat we aan het opvoeren waren. En ik dacht, ik kan wel even naar het toilet. Toen ik klaar was, kreeg ik het slot van de wc niet open. Ja, en dan zit je, en daar was harde muziek, en waren ze aan het oefenen, dus ze hoorden me toch niet als ik ging roepen. Ja, toen ging ik van alles bedenken, hoe ik mij daar in leven moest houden. Ja, hoe kun je ongelooflijk, helemaal daarmee bezig zijn. Het eten, dat konden ze wel door het raampje geven, dacht ik. En naar de wc gaan, dat kon ik gewoon prima. En water, dat had ik dan ook bij de hand. Dus ja. Ik zat het al helemaal te bedenken hoe ik daar heel mijn leven moest zitten op die wc. Terwijl nog geen 2 deuren verder waren gewoon een heleboel mensen die daar een stuk aan te oefenen waren. Maar mijn gedachten die gingen met mij aan de haal. Ik zat vast en ik voelde me heel zielig en heel erg alleen daar op die wc. Ik zag me al helemaal eenzaam en oud worden op die wc. Nou ja. Ik zie het hier al een beetje, jullie moeten lachen, dus jullie zien het wel voor je. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken met het verhaal van die man die 38 jaar lang ziek is. Maar ik wil het eigenlijk aankaarten om te laten zien wat je gedachten en je gevoel met je kunnen doen. Ze kunnen helemaal met je aan de haal gaan. En als je niet uitkijkt, zet dat je helemaal vast. Vastzitten, dat is geen vooruitgang hebben of voelen in je leven. Niet los kunnen komen uit jouw Bethesda. Lam geslagen door je gedachten, door je gevoel, door je ziek zijn. Herkenbaar? Is er iets waar jij al jaren mee worstelt, waar je verlamd in bent? Zijn er bij jou altijd weer diezelfde hindernissen waar je tegenaan botst, waar je tegenaan loopt? Is het lichtmatje in Bethesda ook jouw vaste verblijfplaats geworden? Dan kan je als deze man net zo heel erg eenzaam zijn. Je alleen voelen. Er was geen mens voor hem. Zo voelde hij dat. Heel open durft die man dat te vertellen. Over zijn diepste pijn. Er was niemand voor mij. Maar 1 iemand zag hem liggen. En dat was Jezus. Hij ziet ook jou en mij. Je bent niet alleen. Jezus komt ook vandaag naar jou toe. Hij ziet je. Hij weet van je situatie af.
Hij kent jouw matje. Hij weet waar je aan vastzit. Jezus is begaan met die verlamde man. Maar Jezus is ook begaan met jou en mij. Hij ziet ons leven. Dus ook als we ergens in vastzitten. Als jarenlang dat matje van ellende, dat alleen zijn, eenzaam in jouw leven is, weet dan dat het Jezus raakt. En juist in je ziek zijn, in je alleen zijn, in je eenzaamheid, mag jij je uitstrekken naar Hem. Verlangen naar God, naar Jezus. Want Hij heeft jou al lang gezien. Hij is er. Hij weet van jouw situatie af. En Jezus die wil jou ook gezond maken. Want wat zegt Jezus tegen de man? Dat zegt Hij ook tegen jou. Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Je nieuwe leven tegemoet. Jouw beloofde land tegemoet. Sta op. Kom maar, in actie. Jezus is erbij. Je bent niet alleen. Pak uw mat op. Jarenlang droeg dat lichtmatje de verlamde man. Maar nu draagt die verlamde man dat matje. Bethesda uit. Het feestende Jeruzalem in. En ook vandaag zegt Jezus tegen ons, pak jouw matje op. En dat kan van alles zijn. Vul het zelf maar in waar jij aan vastzit. Waar voel jij je ellendig door? Waar wil jij gezond in worden? Waar voel jij je alleen en eenzaam in? Wat is er wat jij op wil pakken? Welk matje is dat voor jou? En ieder heeft zo zijn eigen matje. Er zijn dingen die we misschien niet aan de ander vertellen. Die je voor jezelf houdt. Waar je denkt van, nou, als niemand dat weet, best, ik leef alweer door. Maar het kan je wel vasthouden. En Jezus die zegt tegen die man, ga lopen. Ga op weg. Richt je blik op je nieuwe bestemming. Loskomen van je plek Bethesda. Vrij worden. Vrij worden, dat betekent dat je weer naar buiten kan. We worden nu al blij als we mogen weten dat we zometeen na de coronaperiode weer allerlei dingen kunnen doen. Er zijn misschien al mensen die al allerlei plannen maken. Vakanties, festivals, ik weet niet wat ik allemaal al voorbij heb horen komen. Het terrasje. Nou, er zitten hier alweer een paar te knikken. Dus we worden daar al blij van. We gaan al glimlachen met het idee van, oh joepie, zometeen dan mogen we weer. Zijn we vrij, mogen we weer doen wat we willen. Kun je nagaan wat dat doet in ons. Dat is je vrij voelen. Vrij en blij was vroeger een uitspraak. Maar je voelt eigenlijk weer veerkracht in je lijf en in je geest, waardoor je weer gaat. En die kracht die kunnen we krijgen van Jezus. Jezus wil met zijn kracht door je heen stromen. Jezus sprak en er vond een wonder plaats. En de verlamde man die gelooft dat en die staat op en die loopt. Als hij het niet geloofd had, dan was hij blijven zitten. Maar hij gelooft het, hij staat op en hij loopt. En jij? Geloof jij dat er iets kan gebeuren in jouw leven waar jij vast aan zit? Neem jij ook de uitnodiging van dit wonder aan? Weet je, Jezus, die weet wat het is om alleen te zijn. Of om zich alleen eenzaam te voelen. In de moeilijkste periode van zijn leven liet iedereen hem in de steek. De discipelen die vluchtten weg toen hij opgepakt werd en gevangen genomen werd. En wanneer Jezus aan het kruis hangt, dan roept hij uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen was Jezus totaal verlaten door mensen en door God. En zo zien we dat Jezus, die weet wat het is, met een wonder komt. Het wonder wat verder gaat dan alleen dat van de verlamde man. Want juist Jezus, die zelf weet hoe het voelt om zich alleen te voelen en verlaten te zijn, hij komt naar ons toe. Jezus die zegt, je bent niet alleen. Ik ben bij je.
Het raakt mij. Verlang jij daar ook naar? Dat je weet en voelt dat Jezus bij je is, in je eenzaamheid, in je alleen zijn. Dat je weet dat je niet alleen bent. We weten niet hoe ons leven verder zal lopen en welk plan God met ons leven heeft. Sommige mensen worden lichamelijk gezond, anderen weer niet. Sommige mensen zijn lichamelijk ziek, maar worden geestelijk gezond. We zien het ook om ons heen. We kennen allemaal wel mensen waarvan we denken, waarom kan die maar niet gezond worden? En als je het gevoel hebt dat je vast blijft zitten, blijf er niet eenzaam mee rondlopen. Dan mag je weten, net als bij de verlamde man, Jezus die ziet jou. Heb jij een verlangen dat Jezus naast je staat? Verlangen naar Gods aanwezigheid? Weet dan dat dat je verder zal helpen in je leven, op welk punt je ook staat. En ik hoop dat jij zo door het wonder van de verlamde man mag geloven en verlangen naar God, naar zijn aanwezigheid, naar een liefdevolle Jezus. Verlangen naar Jezus die jou ziet en die naar je toe komt in jouw eenzaamheid, in je alleen zijn of in je diepste pijn. Net zoals de diepste pijn van de man, dat hij zei, er is niemand voor mij. En dat kan iets zijn wat al heel lang vastzit. Het kan ook zijn wat kort is of door deze coronaperiode is gekomen, dat je je vast voelt. Maar pak het wonder van Gods nabijheid beet en zeg het hardop tegen God. Ik verlang naar u. En als je niet weet hoe je dat moet doen, zeg het tegen een ander. Probeer een ander daarin op te zoeken. Een groepsleider of een oudste. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Word niet eenzaam in je gedachten of in je gevoel. Het kan je helemaal vastzitten. En ik moest denken ook aan een lied. Ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, van een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven. Zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig. U die mij ziet. En ik hoop dat je dat zo ook mee kan zingen. En juist ook lofprijzing en zingen, meezingen met cd's en wat we het allemaal. Dat kan je helpen om ook dat verlangen weer aan te wakkeren. Dat je denkt van ja, ik wil verder met mijn leven. Ik wil dat vastzetten, loslaten. En weet dan dat God erbij zal zijn. Amen.